Goeiedag, dames en heren. Hartelijk welkom. Ik hoop dat iedereen gezond en veilig thuis is. En dat jullie kunnen genieten van de tweede deel van de lezing over Jan van Eyck. Vorige week hebben wij tamelijk vele toeschouwers gehad. En de feedback was overweldigend positief. Hartelijk dank daarvoor. Vandaag wil ik mijn pleidooi over Jan van Eyck en de manier hoe wij naar Jan van Eyck moeten kijken verder zetten met de focus op de miniaturen van Jan van Eyck in het Turijn Milaanse Getijdenboek. Even dus de herinnering, het Turijn Milaanse Getijdenboek bestaat uit drie delen, of bestond uit drie delen. De eerste deel zijn de drie belzeurs die in de toenmalig in de Rothschild-collectie waren, zich vandaar in de Nationalbibliotheek van Parijs bevinden. Het tweede deel bevond zich in de Universiteitsbibliotheek van Turijn en werd in 1902 door Paul Durieux gepubliceerd. En dit is een facsimile helaas daarvan. En is 1904 verbrand. Het derde deel werd door Georges Hollande de Loo in 1911 gepubliceerd. Ik ga, voordat ik begin met mijn pleidooi, een korte inleiding geven over het fenomeen van de Turijn-Milaanse Getijdenboek en enkele van de problemen die in de literatuur daarmee verbonden zijn. De geschiedenis van het Turijn-Milaanse Getijdenboek is bijzonder ingewikkeld en complex. Het manuscript bestaat uit drie delen. Het was één manuscript dat rond 1420 opgesplitst werd. Het was ooit in bezit van de hertog van Berry, Jean de Berry, maar misschien werd het niet door hem zelf besteld. In elk geval, we weten dat die handschrift in zijn inventaris vermeld wordt als de Très Belles Heures de Notre-Dame. En een deel van deze handschrift was tijdens het leven van Jean de Berry afgewerkt. Dit deel was ooit in bezit van Adolphe de Rothschild en is nu deel van de handschriftencollectie van de Bibliothèque Nationale in Parijs. Het tweede deel is op een of andere manier in Turijn beland, namelijk in de collectie van de Universiteitsbibliotheek daar. En werd in 1884 door de Franse handschriftenconservateur van de Nationalbibliotheek in Parijs, Leopold Delisle, gepubliceerd. Hij wist ook de connectie te maken met het stuk in Parijs, het stuk uit bezit van Jean de Berry. En hij wist ook te vermelden dat, dat dit gedeelte blijkbaar aan de secretaris van Jean de Berry, Robinet de Etampes, is geschonken. Nu, dit handschrift in Turijn was bijzonder interessant, omdat daar gewoon naast Franco-Vlaamse miniaturen uit de periode van rond 1400 tot 1410 ook een aantal van bijzonder vooruitstrevende miniaturen aanwezig waren. Die handschrift werd fotografeerd en Paul Durieux, een leerling van Delisle, publiceerde in de vorm van een facsimile daarvan in 1902. En gelukkig maar, want twee jaar later werd de bibliotheek van Turijn een offer van vuur en werd dit belangrijke manuscript verbrand en vernietigd. Het betekent dus ook dat heel wenige mensen dit manuscript überhaupt in het origineel konden bestuderen. Eentje daarvan was Georges Hollande de Loo, de Gentse kunsthistoricus, hier een foto van hem ook, die in de verzameling van de Forst van Trivulzio in Milano in 1910 een derde deel van dit boek terugvond, de zogenaamde Trivulzio Hours. Probleem daarmee was dat die Eures de Milaan, die Georges Hollande de Loo in 1911 publiceerde, dat die dus door Mussolini aan de stad Turijn werden geschonken en dat die nu vandaag feitelijk in het Museo Civico in Turijn bewaard worden. Dus de Eures de Milaan bevinden zich in Turijn. Het Turijnse Getijdenboek is vernietigd en alle drie waren deel van het van de Très Belles Heures de Notre-Dame.
Jean-Jolin Delot was privilegiert, omdat hij zowel het Turijnse getijdenboek nog studeerd had. En als hij in 1911 zijn publicatie uitbracht over het Eur de Milan, de Trivulzi-collectie, dan was hij wel in de staat om zijn observatie gewoon ook duidelijk te maken. Dat betekende dus ook dat, dat hij, in tegenstelling tot Delisle en Durieux, wel de problematiek van de toeschrijving van Van Eyck durfde aan te brengen. Hij begon daarmee om de verschillende miniaturen of miniaturisten gewoon te ordenen en hij een toeschrijving te voorzien. Hij begon bij hand A en hij nummereerde de verschillende handen door tot hand K, waarbij de hand A tot F geen problemen geven. We hebben hier twee voorbeelden daarvan. Dat zijn miniaturen die in Parijs of aan de Franse hoven zijn ontstaan. Met onder meer de maître de Paramount de Narbonne, mogelijk Jean de Orléans. Dan hebben wij in dit boek heel wat miniaturen die Alain Delot aan hand G toeschreef. Dat zijn miniaturen die die nu vooral met Hubert of Jan van Eyck geassocieerd worden. Niet omwille van het feit, dus we hebben hier God Vader in een tent, hier een afbeelding van het gebed aan de strand en dan een Virgo in der Virgenis. De afbeelding van het gebed aan de strand toont het wapen van Hennegau en Beieren. Dus de idee was dat dit dus te maken had met de Willem IV van Holland-Beieren, dus in de periode voor 1417. Maar op de andere kant, dat is ook duidelijk, is natuurlijk het paard schatplichtig aan het Lam Gods. En ook de figuren onderaan de Virgo in der Virgenis, dat hier rechts afgebeeld staan, dat toont de aanbidding van het lam en is ook schatplichtig aan het Lam Gods. Dus de mogelijkheid dat het later is ontstaan zit er wel vingerdik in. Verdere miniaturen van hand G zijn de gevangenneming van Christus en het fantastische landschapspanorama in de Wonder van Sint Juliaan. Het probleem is dat in het bestaande boekgedeelte dat nu in Turijn bewaard wordt, dat ook de oudere miniaturen gedeeltelijk overschilderd zijn. Of gewoon ook borduren bevatten die van latere medewerkers slash navolgers van Van Eyck zijn geschilderd. En dan had het Alain Delot over hand H, waarbij hij van mening was dat dat feitelijk Jan van Eyck was. Wij gaan vandaag ervan uit dat dat miniaturen zijn die van werkplaats medewerkers of navolgers van Eyck zijn geschilderd. Dus hier de Gethsemane-tafereel bijvoorbeeld wordt meestal associeerd met de schilder die ook de Sint Francis in Philadelphia heeft geschilderd, die nu in Gent te zien was. En de kruisingsminiatuur wordt toegeschreven aan een miniaturist die ook voor Jean Chevreau de twee frontispice-miniaturen van Diens City de Dieu van Augustinus, die in de Brusselse bibliotheek bewaard worden, hebben geschilderd. En hij beroept zich hier ganz duidelijk op Alciaanse voorbeelden. Dan hebben wij gewoon ook met hand G en H links de kruisopvinding van het Heilig Kruis en rechts een miniatuur die in de latere, dus hand J, I en K toe te schrijven is. Volgens mij gaat het hier in allebei de gevallen om een tijdsgenoten en navolger. Het linker tafereel sluit heel nauw aan bij de drie Marieën aan het graf in Bruymans van Beiningen, dat wel door een tijdsgenoot van Van Eyck geschilderd is, die wel ook met hem samenwerkte, maar die toch bepaalde innovaties van Van Eyck niet echt heeft goed begrepen. En dat andere schilderij is een andere miniatuur met de verschijnsel van de Engel en Petrus
is van een latere hand die in Brugge bezig was. De twee miniaturen die wij vandaag met Van Eyck associëren zijn vooral de geboorte van Sint-Jan de Doper links en de dodenmis rechts. De dodenmis is dan ook voorbeeld voor een reeks andere miniaturen in het Turijn-Milaanse Getijdenboek, hand I tot K, dus miniaturisten die gewoon in de navolging van Van Eyck, post-Eyckiaanse seders, te zien zijn. Het is typisch dat dit handschrift feitelijk zo een vorm van repositorium feitelijk was voor latere miniaturisten, zoals deze miniaturist die hier in de mis van Sint Hilarius heeft afgebeeld, maar ook in het verloren gedeelte van het Turijn-Milaanse Getijdenboek vinden we gelijkaardige voorwerpen die aantonen hoe belangrijk de Eyckiaanse miniaturen binnen dit boek waren. Vandaag bestaan verschillende meningen in verband met de datering en toeschrijving. Roland de Loo, zoals ik zei, was van mening dat een deel van de miniaturen van Hubert afkomstig waren. Nu vandaag gaat het wel over Jan van Eyck. Man is van mening, sommige collega's zijn van mening dat deze miniaturen voor het Lambertz te dateren zijn. Dus met andere woorden ons tonen dat Jan van Eyck als miniatuurschilder heeft begonnen. Dan zijn er sommige collega's, waaronder meest prominent, denk ik, Maurits Meyers en dan Lorne Campbell, die vraagteken plaatsen bij de toeschrijving aan Jan van Eyck. Onder meer omwille van het feit dat de schilderstechnische perfectie volgens hun minder duidelijk te voeren komt. En ook omwille van het feit dat bijvoorbeeld de verhouding tussen figuren enerzijds en het ruimte anderzijds heel anders is dan dat van de paneelschilderijen van Van Eyck kennen. En dan zijn er die, waar ik ook toe behoor, die van mening zijn dat het wel over miniaturen gaat die door Jan van Eyck in zijn studio zijn uitgevoerd, maar wel tegen einde van zijn leven. En de reden waarom ik dat benadruk is ook het feit, ik hadde de kans dit boek twee keer grondig te bestuderen, de twee aan Jan van Eyck toegeschreven miniaturen alleen omwille van de dikte van de verf een groot verschil vertonen met alle andere miniaturen die in het nog bestaande gedeelte in Turijn bewaard werden. Dus ik ga ervan uit dat dit miniaturen zijn die door Jan van Eyck zijn geschilderd, maar dan ergens rond de jaren 1439-40, dus heel laat in zijn carrière. Los van het schilderstechnische aspect zijn er bepaalde inhoudelijke aspecten die volgens mij deze lezing ook onderstrepen. Want zeker de geboorte van Sint-Jan de Doper is iconografisch bijzonder belangrijk en bijzonder uitzonderlijk. Normaal gezien zou men verwachten dat de geboorte van Sint-Jan de Doper geïllustreerd wordt met het moment dat Maria het kindje Jezus aan de vader Zacharias toont. Zacharias kan niet meer spreken, maar een engel, Gabriel, heeft hem de naam van zijn zoon medegedeeld en hij schrijft dus de naam van de doper op een blad papier. Dat is wat bijvoorbeeld Roger van der Weijden in zijn Johannesapar afbeeldt. De andere traditionele iconografie is het kinderbad dat de pasgeborenen onderraten, zoals dat hier het geval is, in een muurschilderij van Pinturicchio. Niets doet Jan van Eyck. De reden waarom hij bijvoorbeeld het kinderbad niet afbeeldt, lijkt te maken te hebben met het feit dat elders in het Turijnse gedeelte, in het misgedeelte, de kinderbad al gebruikt wordt. Hier een miniatuur die toch te maken heeft met die rond 1410 is ontstaan van een van de Franco-Vlaamse
meneer Toeristen, maar die volgens mij wel ook door Ekiaanse handen overschilderd werd. En hier dus in de illustratie die voorafgesteld is aan de missen, die voor de geboorte van de maagd gelezen wordt, hier vinden we dus inderdaad het kinderbad als iconografie terug. Wat doet Jan van Eyck? Jan van Eyck gaat de hele scenerie gewoon heel anders opvatten. Nu, om daarmee te beginnen. Sint Jan de Doper is de laatste profet van het Oude Testament en hij is diegene die gewoon Jezus herkent. Hij herkent Jezus al in, als hij nog niet geboren is. En de meest belangrijke tafereel daarom is de visitatie tussen waar Maria, die zwanger is, Elisabeth, die ook zwanger is, bezocht. En het kindje van Elisabeth, dus Johannes de Doper, al in het uterus zich beweegt op het moment dat, dat hij Jezus herkent. Jan van Eyck speelt met de verwachtingspatroon van de opdrachtgevers. Die natuurlijk verwachten dat zij voor de illustratie van de mis van de geboorte van Johannes de Doper een kinderbad zien, of tenminste de moment waar Zacharias de naam van de doper op papier schrijft. Dit doet Jan van Eyck niet. Trouwens, we moeten gewoon dat geheel van de pagina in het oog houden. Daar staat dus in de tekst de ventre matris mei vocator me dominis nomine meo, vanuit de uterus van mijn moeder riep mijn God mijn namen. Dus die idee van de naamgeving is hier dus impliciet binnen gedaan. Maar Jan van Eyck toont dit dus niet. Wat hij wel doet, is op een heel ingenieuze manier bepaalde allusies te geven, in principe zowel het kinderbad als ook de naamgeving gewoon te impliceren. We zien dat hier Elisabeth het kindje aan een maagd overhandigt. Als we verder kijken, dan zien we dat gewoon onderaan het bed een kast open staat. In dat kast zien we verschillende Dosen, we zien doeken, etc. Dus met andere woorden, hier is al impliciet dat het bad misschien straks zou plaatsvinden. En dat wordt bevestigd door het detail van een kroeg die we zien, met daarop een spons onderaan het tafel dat in het midden van de ruimte staat. In het Evangelium van Lucas is sprake daarvan dat de boeren en de familie op het moment dat ze hoorden dat de doper geboren was, dat ze gewoon Elisabeth bezoeken. Lucas 1,58, toen de buren en familie hoorden hoe grote barmhartigheid was die de Heer aan haar had betoond, deelden ze in haar vreugde. Zij bezoeken dus gewoon het kindsbed. En die figuur die hier gewoon zo als een beetje als een repertoirefiguur ons onze betrachterstandpunt emuleert en ons gewoon doet kijken, zit op een stoel met de rug naar ons. Wat wel opvalt is dat haar armen bloot zijn. Het hemd is dus naar boven gehaald en zij gaat dus blijkbaar toch ook binnenkort meedoen aan het baden van het kindje. En we zien dat zij op bezoek is omdat haar schoenen, haar houten schoenen, gewoon onderaan het kastje zijn gelegd, dat wij links zien. Deze repertoirefiguur heeft een tegenhanger, een klein kindje. Dat kleine kindje gaat dus met zijn vinger wijzen naar de vrouw die van rechts nadert. Als wij heel goed kijken en de context van Sint Jan de Doper in acht nemen, dan doet ons dit denken
aan de gestus van de doper, exe Ancilla Domini, exe Agnus Dei, zie hier het lam Gods. Dus met andere woorden, hij wijst op de buik van de vrouw, dus waarbij hier waarschijnlijk Maria bedoeld is. En Maria dus komt in een traditioneel blauw gewaad. Zij heeft, wat wel opmerkelijk is, geen aureole, geen nimbus. Dus Jan van Eyck laat die identificatie ook een beetje open. Maar hij toont het traditionele kledij, blauw. En hij toont haar ook met een spinnenwiel. Wat wel ook tot de traditionele symbolen van Maria's demoed en bescheidenheid hoorde. Maria draagt in haar hand een zalfvat, een glazen kroeg met daarin wat olie. Dus zij gaat dus niet alleen participeren aan het bad, maar door haar gaat Jezus gewoon ook de profeet zalven. En dus hij zalft de profeet die hem later gaat dopen. Dus de idee van een weerzijdse doop, die in de theologie van die tijd gewoon altijd ook mee besproken is, wordt hier door Jan van Eyck heel duidelijk in het beeld gebracht. Op de achtergrond zien wij dus innenkamer. En dus terug doet dat een beetje denken aan het Amalfi-portret, waar men ook zo een ruimte had waar licht van de linkerkant in een ruimte valt. Hier zit dus naast het venster zit Zacharias. Wij zien in het achtergrond heel achteraan nog een maagd die bezig is gewoon met iets wat weten we niet. Hij zit dus aan het venster met een rode kap op en hij is aan het lezen. Hij is dus niet aan het schrijven, dus het gaat niet over de naamgeving van de doper, maar het is wel iets wat gewoon daarmee impliceerd is. Hij is uit de hoofdruimte gehaald. Hij maakt dus niet deel uit van het binnenkort plaatsvindende kinderbad, maar blijft gewoon op zijn plaats. Hij kan niet spreken, hij is dus stom. Dus op het moment dat Johannes de Doper geboren wordt, die gewoon de stem is, die gewoon de stem van het Nieuwe Testament is, die gewoon Christus zou erkennen en dopen, zit hier in het achterkamertje Zacharias en kan niet meer spreken, hij is dus stom. Ja, hier zie je dat fantastische detail, dat echt toch de schilderkunst van Vermeer toch voor enkele decennia vooruit neemt. Hier nog meer, dus je kan zien hoe de maagd in het achtergrond met iets bezig is, misschien ook met de voorbereiding van water, etc. En bovenop zien wij een figuur met horen, dus blijkbaar toch ook Mozes. En het is niet helemaal duidelijk of hier nu Mozes en de 10 geboden zichtbaar zijn of niet. Maar het zou zin maken, want op dit moment hebben wij hier inderdaad te maken met een zinbeeld van het Oude Testament. De sub lege, dus de periode sub lege, zonder het periode van het wet, dat hier plots stom wordt, dat zwijgt, ne, op het moment dat de stem van het Nieuwe Testament wordt geboren. Dus terwijl in de kamer aan de zijkant Zacharias als vertegenwoordiger ook van het Oude Testament niet meer kan spreken, zwijgt. En de periode van Mozes, de periode onder het wet, sub lege, tot een einde komt en zwijgt, wordt in de kamer zelf de stem van de profeet geboren, die Christus zou herkennen. Dus het is natuurlijk wel een zeer
intellectuele bijna interpretatie die Jan van Eyck hier biedt, maar die toch wel, wie zou ik zeggen, expliciet een idee probeert te formuleren die een uitdaging feitelijk, die gewoon vertrekkende van een heel nieuwe beeldvinding probeert een complex verhaal duidelijk te maken. We gaan eventjes de details verder bekijken, want die ons ook duidelijk maken dat deze miniatuur ook op vlak van Schilders techniek heel indrukwekkend is. Op een regaal boven de poort, boven de deur met de kijk op Zacharias zien wij twee tinnen kannen en een teller. En enkele kaarsen. We zien hoe die reflecteren, hoe gewoon het bed reflecteert, hoe het licht reflecteert, etc. Het zijn allemaal, en nog eens, dat is een miniatuur, omdat ze zo klein is. Hier het venster, je ziet de isolistische raam, die hier bijna driedimensionaal lijkt uit de muur te komen. Met daarop pseudo-wapens. En vermoedelijk ook oorspronkelijk zilver, dus met andere woorden, dit moet ook reflecteerd hebben zelf. Die details gaan natuurlijk verder. Hier op de kan, op het tafel, zien we ook reflecties van het blauwe gewaad van de maagd. En we zien vooral ook hoe Jan van Eyck met witte hoersel, die echt schildersmatig opgebracht zijn, hoe hij gewoon hier glanseffecten creëert. Het feit dat op die dressoir hier ook wijn geschonken wordt, heeft enerzijds te maken met de idee dat hier bezoekers aanwezig zijn die de Elisabeth op het kindsbed, tijdens het kindsbed bezoeken, maar ook feitelijk natuurlijk wel een allusie bieden op de offerdood van Christus die hier aanwezig is. Onderaan hebben wij twee dieren, enerzijds een hond die hier afgebeeld staat en anderzijds een kat. Terwijl de hond bezig is met zijn os, stopt de kat met het eten van het wat haar op de bodem stelt en gaat instinctief in een positie om zich te wapenen tegen de bezoekers die, zoals wij nu, gewoon in die miniatuur dreigen in te dringen. De vraag is of deze figuur hier eerder neutraal is of het niet eventueel te maken heeft met de idee van het aanwezige kwaad of de kat die in de folkloristische geloof natuurlijk, bijgeloof, ook dikwijls met het kwaad, met de duivel, met heksen, etc. associeerd wordt, of dit hier een bepaalde rol heeft gespeeld. In acht nemend ook dat op 24 juni, dus op het moment dat de feestdag van de geboorte van de doper plaatsvond, dat men toen Johannesfeesten had, waar Johannes vuur opgestoken wordt, man toen ook in bepaalde regio's in Europa katten verbranden. Of Jan van Eyck daar met dit soort allusie speelde of niet, of dat hier gewoon een beetje ook alleen als tool in hadden om gewoon de beschouwer van deze miniatuur te delecteren, moet in het midden blijven. De miniatuur, de hoofdminiatuur is natuurlijk alleen maar een deel van de pagina. Onderaan hebben wij nog verdere afbeeldingen met name een historiserende initiale met daarin God Vader die de aardbol in zijn hand houdt op een troon zittend en de duif van het Heilige Geest uitsturen, die gewoon onderaan, uit de initialen, gewoon onderaan de Badepa belandt, waar Johannes de Doper op dit moment de doop van Christus in het rivier Jordaan voorneemt. De vraag is of eventueel het kroeg dat de Doper gebruikt niet alleen
ook al boven in de hoofdminiatuur verbeeld is. Nu, die figuur zelf van God de Vader doet ons niet te denken aan het Lam Gods. Natuurlijk is het een heel integrerende figuur, omdat dat het echt over de oud-testamentarische God gaat. De duif, dat is misschien de reden waarom sommige collega's het heel moeilijk hebben om dit miniatuur aan Van Eyck toe te schrijven. Ziet er een beetje eenvoudig uit. Maar we moeten natuurlijk wel bedenken dat het over, over heel minieme, heel kleine miniatuur gaat en dat we hier echt op millimeterniveau kijken. En als je kijkt hoe hier de doop zelf in het beeld gebracht wordt, hoe bijvoorbeeld de achterkant van het voet van de doper in het beeld gebracht wordt, hoe Jan van Eyck erin slaagt om ook de wellen van het water te insinueren, hoe hij niet alleen een fantastisch kasteel aan het rivier toont, maar bovendien ook de reflecties van het rivier aan het water. Hoe hij erin slaagt om de zonpositie, de avondzon, etc. Te tonen in dit bas de pas. Hoe hij de maan, et cetera, dit soort details op een oppervlakte van misschien 10 à 2 centimeters gewoon afbeeld, is indrukwekkend en volgens mij een heel duidelijke teken daarvoor dat dit miniatuur integraal door Jan van Eyck is geschilderd. Het is dus niet alleen de intellectuele uitdaging die Van Eyck zich lijkt te stellen, hoe ga ik hier een originele miniatuur creëren die op een nooit gewezene manier de doop van Johannes de Doper zou kunnen, de geboorte van Johannes de Doper kan illustreren, maar ook op schildertechnische vlak een Tour de Force die gewoon enorm indrukwekkend is. En hier gewoon nog afsluitend enkele details. Eerder had ik het over de figuur van Mozes. Je ziet dus trouwens zijn horen, zoals dat ook op de Mozesbrunnenput van Sluter de Fall is geweest. Ik had ingangs gezegd dat het Turijn-Milaanse Getijdenboek een repositorium is waar latere miniaturisten, miniaturisten die in de jaren 1450 etc. actief waren, zich laten inspireren. En een heel mooi voorbeeld daarvan vinden wij in dit Getijdenboek ook hier in een miniatuur, die misschien ergens in de omgeving van Willem Vreeland is ontstaan, van de jonge Willem Vreeland, waar wij dus een koppel zien die bediend wordt. Wij hebben, en je ziet ook meteen het verschil tussen de vaardigheid van de schilder die de miniatuur van de geboorte heeft geschilderd en deze miniaturist, dat is niet zo, dat is zeer, zeer mooi, maar het is toch van een ander kaliber. Maar aan de rechterkant heb je wel die idee van een persoon die zogezegd het huis binnenwandelt. We hebben dezelfde iets eenvoudigere constellatie van vensters die licht geven en waar het licht van links invalt. En ook daar een supraporte met een miniatuur die blijkbaar geïnspireerd is op de, zogezegde muurschilderij die wij hier terugvinden. Dames en heren, hartelijk dank voor uw aandacht. Ik hoop dat u een beetje hebt kunnen genieten, niet alleen van de mooie plaatjes, maar ook van de soms holpende spraakjes. Ik wil alleen nog mededelen dat die schitterende details die ik heb kunnen gebruiken, dat die afkomstig zijn van de website van het Verona-project van Eyck Research and Open Access, die kan geraadpicht worden via de Klooster van Eyck-website van het KIK IRPA. Dus als je hier klikt op Further Works bij Jan van Eyck,
Dan komt u terecht op de landingspagina van het Girona-project, waar feitelijk alle werken die tot nu toe hebben kunnen bestudeerd worden van Jan van Eyck en sommige navolgers, gewoon ook opgenomen zijn. Dit project is een project dat door Belspo gefinancierd werd en het kreeg IRBA met mijn collega Bart Fransen erbij in samenwerking met Musea Brugge en de VUB. Hebben wij dit kunnen realiseren online plaatsen. En hier alleen een klein detail dat u aantoont hoe wij gewoon hier ontzettend mooi kunnen inzoomen. En details die man anders nooit ziet, zoals bijvoorbeeld deze explosie of dit vuur in het achtergrond van de Roller Madonna, hoe man dit kan zien. U hebt de mogelijkheid op deze website door het delen van het scherm kan men dus bijvoorbeeld hetzelfde motief terugvinden. En man kan dus via de studie van de ondertekening kijken hoe het dan allemaal in elkaar zag. Dus een bron van veel studieplezier voor diegenen die niet genoeg kunnen krijgen van Jan van Eyck, zoals dat yours truly ook soms heeft. Dank u wel voor uw aandacht. Fijne dag.